Vandaag wordt de hitte uit ons land verdreven en dat gebeurt door regen en onmisbuien. Vanochtend zijn boven de zuidwestelijke helft van het land al pittige regen en onmisbuien actief. En in de loop van de dag gaan ook elders mogelijk flinke regen en onmisbuien vallen. De temperaturen vanochtend zeker niet aan de lage kant met de waarde rond 21 graden. Wat eigenlijk de normale maximum temperaturen zijn voor deze tijd van het jaar. Vanmiddag, afhankelijk van de hoeveelheid zon, loopt de temperatuur op naar nog zo'n 24 graden aan zee tot mogelijk 30 graden landinwaarts en de wind die draait in de loop van de dag uiteindelijk naar het zuidwesten en uiteindelijk zorgen pittige regen en onweersbuien voor verkoeling. Bij die onweersbuien kans op veel regen in korte tijd, hagel en ook windstoten en de verwachting is dat dan vanavond uiteindelijk de buien het land uittrekken. Morgen is het wisselend bewolkt, dan hebben we nog wel te maken met een aantal buien, lokaal misschien nog met een klap onweer, maar met 19 tot 22 graden is het wel een stuk koeler dan in de afgelopen dagen. Ook de komende dagen nog vrij rustig weer, met vrijdag mogelijk nog een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Zaterdag volgt weer een droge dag met waarden allemaal rond een graad hoger en vanaf zondag gaat de temperatuur weer flink in de lift met dan opnieuw zomerse waarden op de thermometers. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.